Barman Martin van Café De Zon op de Nieuwmarkt werd vanmiddag voor het laatst uitgezwaaid. Martin van der Velde was ernstig ziek en overleed afgelopen maandag. Bij het café namen familie, stamgasten en vrienden afscheid van de 44-jarige Amsterdammer. Martin was bekend en zeer geliefd in de buurt. Ja, het is een unicum die weg is en dat doet pijn. Iedereen heeft kippenvel die hier staat. Ook de F-side, die dat, over waar hij kwam. Hij kon ook met iedereen omgaan. Dat is ongelooflijk. Wie je ook was, als je maar netjes en correct was en eerlijk was, dat is heel belangrijk, dan zat je in zijn hart. Een hele fijne, lieve man, een zorgzame man, een goede vriend. Ik denk dat vandaag heeft Amsterdam een van haar favoriete zonen verloren. Martin is iemand waar heel de Nieuwmarkt, dan wel heel Amsterdam komt Martin. Martin was iemand die altijd voor je klaar stond. Martin bracht gezelligheid, Martin bracht warmte en liefde. En daarom heb ik vandaag ook dit pak aangetrokken om mijn vriend, als we zijn kist dragen, de laatste eer te geven. Dit is mijn manier van eer geven, om mijn vriend te herdenken. Goed hart, wereldgozer. En ja, het is gewoon vreselijk wat er is gebeurd. Dus ik ben blij dat er zoveel mensen zijn om hem toch nog te herdenken. Hij had altijd humor. Hij lachte, de vrolijkheid. Daarom ging ik ook niet in zijn kist kijken, weet je wel. Want ik wil hem herinneren met die lach. Zo'n zoon had ik ook graag willen hebben. Dat meer kan ik niet zeggen.